klimaat wordt steeds extremer. Langdurige perioden van droogte worden afgewisseld met hevige neerslag. Het toenemende droogterisico vormt een bedreiging voor de landbouw en veeteelt. Als er niks verandert, dan dalen de grondwaterstanden, hebben de boeren minder opbrengsten of ze moeten meer hun best doen om extra te beregenen. En dat brengt kosten met zich mee. In het project Bufferboeren worden diverse landbouwkundige maatregelen in de praktijk onderzocht. Zodat boeren zelf de vochtvoorziening van hun gewassen kunnen verbeteren. We kunnen een paar dingen zelf doen. Het aanvoeren van water, faciliteren van grondwaterberegening. Maar op sommige plekken gaat dat niet. En daar zullen de agrariërs zelf in hun watervoorziening moeten voorzien. Als de agrariërs het zelf weten te organiseren, dan reduceert dat de vraag aan de waterschappen. De proeflocatie nabij Loosbroek in Noord-Brabant is zeer geschikt. Hier hebben boeren te maken met droogte door een nieuwe drinkwaterwinning in de buurt. Wat hier gebeurt rondom Loosbroek is dat de drinkwaterwinning wordt uitgebreid. En dat heeft extra grondwateronttrekking tot gevolg, waardoor je wat meer verdroging krijgt in dit gebied. Daarom hebben de boeren hier samen met Brabant Water een urgentie om daar ook iets aan te doen. Omdat het hier eigenlijk zich al voordoet en dat we in de toekomst verwachten dat de droge zandgronden nog droger gaan worden, zitten we hier eigenlijk in een soort van pilot om met maatregelen te ontwikkelen die dadelijk in de rest van Nederland op de droge zandgronden gebruikt kan worden. Er wordt gekeken naar gewaskeuze, hydrologische maatregelen, verhogen van organische stof en beworteling. Een van de thema's waar we in het project aan werken van maatregelen is de diepte van de beworteling van gras. Als het grondwater zakt, maar de beworteling gaat 10 centimeter dieper, dan kun je eigenlijk langer met dat water toe. Op meerdere praktijkpercelen is er gekeken naar verschillende grassoorten. We zien heel duidelijk dat er tussen Engelse raaigrassen verschillen zitten en dat dat in principe bovengronds geen verschil in opbrengst hoeft uit te maken, maar dat je dus wel een diepere beworteling kunt bewerkstelligen. En we zien een verschil in beworteling van 1 tot en met 5 ton wortels in de bodem. Dus diepte van beworteling is een heel belangrijk aspect om de melkveehouderij droogtetolerant te maken. Ook regenwormen kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Hier zie je jonge witte wortels en hier zie je bijvoorbeeld een wortelstreng die eigenlijk zijn weg zoekt door wormengangen. Dus in die zin zijn wormen ook een belangrijke maatregel om je beworteling dieper te krijgen. Het stimuleren van regenwormen. Een andere maatregel die onderzocht wordt om droogte bestendiger te zijn is gewaskeuze. Op de droge zandgronden in Nederland wordt voor de melkveehouderij gras geteeld en mais. Gras verbruikt 400 liter water per kilogram droge stof, mais 180, dus veel minder als gras. Maar we zijn aan het kijken of er nog gewassen zijn die minder water verbruiken dan mais. Op die manier heb je dus minder water nodig om dezelfde droge stofopbrengst te hebben. Het gewas sorghum biedt kansen. Dit tropische gewas verbruikt 25% minder water dan mais. We staan hier in de sorghum. Nou, we hebben hier 9 rassen van sorghum liggen. Je ziet wel, dit is een ras wat heel veel massa produceert. Misschien wel 3,5 meter, 4 meter lang. Sorghum is een tropisch gewas. Door veredeling, maar ook klimaatverandering, kunnen we het ondertussen ook in Nederland telen. Ik denk dat we daarmee wel een doorbraak hebben. Ik denk dat dat niet morgen is dat we daarmee aan de gang kunnen. Maar ik verwacht wel dat we daar binnen 10 jaar rassen en zaad hebben waar we in Nederland mee aan de gang kunnen. Een gewas dat nu al toegepast kan worden is rode klaver. We staan hier in een perceel grasrooie witte klaver. Rooie klaver is een gewas wat eigenlijk heel droogtetolerant is. Het heeft aan de ene kant heeft het fluwelen haartjes aan de achterkant waardoor het minder verdampt. Aan de andere kant heeft het een hele diepe penwortel waardoor het water van diepe grondlagen kan benutten. Er is nog een voordeel. Rode klaver bindt stikstof uit de bodem. Hierdoor is het niet nodig om het land extra te bemesten. Hier zie je de wortelknolletjes waar de stikstof gebonden wordt door een bacterie.
die in samenwerking doet met de klaver. Ook de waterkwaliteit profiteert hiervan. Juist omdat er minder afspoeling is, ook van nutriënten, fosfaat, stikstof, beschermingsmiddelen, moet dat ook een impuls geven aan het oppervlakte waterkwaliteit. Je ziet hier ook verschillende fases van bloei. Nou ja, door het weer kon Arnoud het niet eerder maaien, maar eigenlijk had het er al 1 of 2 weken eerder afgekund. Ja. Omdat het hier te nat was op de PC. Ja, met de vele regen hebben we het uit moeten snellen. Boer Arnoud van de Wijst past rode klaver nu al succesvol toe. Rode klaver is eigenlijk een maatregel die de boer morgen zou kunnen gaan toepassen. Je hoeft het gewoon simpelweg maar in te zaaien. Het is heel productief en kan eigenlijk meteen opvangen dat je minder gevoelig wordt voor droogte. De combinatie van maatregelen die zijn onderzocht in het project Bufferboeren leveren een effectieve strategie op om verdroging tegen te gaan. Als iedereen dit soort maatregelen gaat treffen op die zandgronden, dan zal de vraag naar extra wateraanvoer ook afnemen. Wij als Louis Bolk Instituut zijn heel blij met de resultaten. Wij zien dat er resultaten zijn waar op de korte termijn boeren mee aan de gang kunnen gaan, die morgen resultaat opleveren voor een droogtetolerante melkveehouderij. De maatregelen zijn allemaal op melkveebedrijven hier in Brabant. Op de hoge zandgronden in Nederland zijn honderden, zo niet duizenden van dat soort bedrijven. En al deze maatregelen die we hebben gezien, hebben de potentie om op al die bedrijven uitgevoerd te worden. Voor uitgebreide informatie over dit onderzoek zie www.deltaproof.nl. Deltaproof geeft praktische antwoorden op de kennisvragen van waterschappen. Klik hier voor de films over de onderwerpen waar u nog meer over wilt weten.